Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een mooi voorjaarstuk maken. Hè? Ik heb er heel erg zin in, want ik heb een hele mooie ondergrond hier voor me. Heb jij er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Helemaal richting Pasen. Ik vind het altijd zo'n leuk seizoen, dus er komt heel veel leuks aan. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulmijnbloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. En je kan hem eigenlijk je gewenste kleur bestellen. Dus mocht je graag een andere kleur dan wat ik vandaag maak willen ontvangen, dan kan je dat aangeven. Dan passen we het zoveel mogelijk aan je wensen aan. Goed, dan zou ik zeggen laten we gauw beginnen. Ik vind het altijd super leuk om te lezen wat jullie van de video's vinden. En je mag ook altijd feedback geven. Je mag ook aanvragen doen. Dus dat kan je hieronder gewoon in je reactie achterlaten mocht je het leuk vinden. Ik heb voor vandaag een heel mooi frame. Ja, je kan er zelfs een kaars in doen. Dat gaan we vandaag niet doen. Maar dat kan je na de tijd natuurlijk wel doen. Want je kan deze op allerlei leuke manieren na de tijd ook weer opmaken. Ik gebruik even waterschaaltjes. Ik bevestig de een bovenop. En eentje aan de zijkant. En dan gaan we hem als een soort étagère een beetje opmaken. Dus ik haal je er even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst leg ik een klein beetje mos onder het waterschaaltje. Zodat hij iets steviger staat. Of iets rechter, anders valt hij wat meer naar binnen. En dan haal ik even een klein stukje van het rondje af. Het rondje past precies op het schaaltje. Zodat hij niet de zijkant van het middenste gedeelte raakt. Want dan krijg je watervlekken en dat zou ik zonde vinden. Goed, we hebben een mooie basis om vandaag mee te werken. We gaan hem opmaken in mooie paarstinten. Heel erg leuk als je het mij vraagt. Ik begin even met het gebruik van Galax. Want op die manier werken we alvast een deel van het waterschaaltje weg. Die zet ik vast over het Galax heen. Van groot deel. Als je wel een klein beetje blijft zien, is dat niet erg. Doe ik ook aan deze kant. En beide doe ik dat op drie plekken. Ik verdeel het een beetje. Dan gebruik ik ook een beetje Tilantia. Heel mooi dat grijze. Dat gaat dus mooi bij de kleur passen waarmee we hem opsteken. En die laat ik ook een beetje over, over het waterschaaltje vallen. Op de plekken waar we nog dat zichtbaar hebben. Je hebt maar een klein beetje nodig. Het gaat echt alleen om het schaaltje. Nou, dan krijg je een soort waterval effect. En dan hebben we al een mooie basis waarbij we het schaaltje hebben weggewerkt. Goed, gaan we verder. Dan gebruik ik wat asparagus. Mocht je takje nou wat groter zijn, je kan de zijtakjes ook nog weer gebruiken. En deze laten we ook meelopen met het frame naar beneden. We werken dus echt vanuit die boog van het waterschaaltje. En dan komt mooi centraal in ons bloemstuk een mooie roos. Prachtige bloem. Mooi in deze kleurtint. En in deze kleurtinten gebruik ik ook onder andere distel, statise, limonium. En die geef ik ook een mooi plekje in het stuk. Je mag soms een steeltje best wel wat langer laten en dan mee laten lopen met jouw étagère. Dat je mooi schuin laat oplopen. Dan heb ik wat eucalyptus. Je kan eucalyptus splitsen door net boven het blaadje hem af te knippen. Dan blijft hij eigenlijk mooi en kan je hem elke keer weer gebruiken. En deze die gebruik ik op dezelfde manier. Laat ik meelopen naar beneden. Maar ik gebruik ook wat eucalyptus echt kort.
in het stuk. Die snij af, knip ik dan net af boven het blaadje. En dan kan je hem op die manier echt kort gebruiken. Heb ik nog een mooie anje. Ook die geef ik een plekje in het stuk. Bovenop maken we dus een mooi toefje. En ik heb wat mooie duizend schoon. Die kan je ook mooi splitsen. En zo vul ik het steekschuim mooi op. Mooi waxflower. Ook die kan je vaak wat meer splitsen. Mocht die wat zijtakjes hebben. Het is echt een heel leuk frame wat je elke keer weer kan gebruiken. Ook leuk om gewoon een paar paaseitjes op te leggen. Na de tijd is ook mooi. Kan je nu ook straks nog doen. Maar dat laat ik straks zien. Hoe mooi zo om naar beneden te laten lopen. Dan gebruik ik nog heel fijntjes wat pistache om wat steekschuim op te vullen, niet te veel. En mooi kort erin. Misschien werkt het echt kort in weg. Dan heb ik mooie katjes in het paars. Ik buig ze heel licht, want dan worden ze iets flexibeler. En die wil ik mee laten lopen met het stuk. Dus ik steek hem er bovenin in. Kijk even hoe lang ik hem wil. En dan zet ik hem onderaan vast met een krammetje. Zorg dat je boog niet te strak wordt. Kijk, ik krijg een heel leuk effect. Dat doe ik met twee takjes. En dat doe ik ook met wat gras. Dus op die manier laat je hem meelopen. Kijk, lijkt heel mooi. En sierlijk. Doe ik dus ook met wat gras. Hoe prachtig mooi zo. Mocht je nu nog wat steekschuim over hebben. Ik heb dat hier nog een klein beetje aan de achterkant. Kan je dat opvullen met wat bladmateriaal wat je nog hebt. Of een beetje mos. En wat ik dan heel erg leuk vind. Is om wat druifjes toe te voegen. Ik vind in deze kleurzetting blauwe druifjes heel erg mooi. Helemaal als die gaan bloeien. Die zet ik voorzichtig op een prikker. Je kan het zand gewoon afhalen. Mocht je het leuk vinden zou je eventueel ook de bolletjes onderin kunnen leggen. Maar ik vind hem juist heel mooi sierlijk door het vrij te houden. Want dan krijg je een heel speels effect. Kijk, prik voorzichtig de prik erin. En ik laat hem weer meelopen met het stuk naar beneden. Je kan de watteltjes er ook aan laten wat je zelf wil. Je zult het beide goed doen. Dan zou je er eventueel nog andere dingen aan kunnen toevoegen. Het bloemstuk is eigenlijk heel mooi af. Kijk hoe prachtig zo
Wat sierlijke. En je kan er bovenin nog kwartel eitjes doen. Geeft een leuk effect. Die kan je ook onderin leggen met bijvoorbeeld een beetje mos. Maar wat ik ook leuk vind is om gewoon echte chocolade eitjes hieronder neer te leggen. Zodat je echt wat lekkers op tafel hebt. Ik hou wel van met Pasen. Maar wat ook heel leuk is, is dat we hebben deze kaaskipjes. Echt, ik ben hier verliefd op. Ik vind ze zo leuk. Kijk hoe schattig. En die zou je er ook bij op kunnen zetten. En de kipjes kan je los vinden in onze webshop. Maar kijk, dit is toch vet schattig hier zo onder. Een paar kwartel-uitjes die kan je ook los vinden in onze webshop. Nou, je kan er eventueel mos omheen leggen zo. Of wat chocoladepaaseitjes zoals ik al zei. Dan heb je echt een heel luxe en mooi bloemstuk. Heel apart. En dan hebben we echt een heel tof bloemstuk. Heel leuk met het hoogteverschil. Daarnaast is het een heel sterk bloemstuk. Maar ook heel apart om het op deze manier op te maken. Het frame kan je elke keer weer gebruiken. Zoals ik al zei, kan je er ook leuke paaseitjes op leggen om op te eten. Ook niet verkeerd. Ja, ik hou er gewoon van. Je kan nog wel alle kanten mee op. En je kan eventueel in het midden een kaas doen, mocht je dat leuk vinden. Maar op deze manier, ja, kan je er ook gewoon een heel mooi bloemstuk op maken. Heel apart. Wil je dit nou ook graag zelf maken? Hieronder in de omschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulonlinebloemisten.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Ik vind het echt een heel, heel tof bloemstuk geworden. Laat me weten wat je graag voor Pasen nog zou willen zien. En ja, je mag altijd een leuke reactie achterlaten. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer.